Eerste gemiste afspraak. Nou ja, hij heeft nog kansen straks. Hij zit nu al aan 9-22. Verbrugge niet echt top. Verbrugge met een 17e plaats en dat is voor zijn kunnen teleurstellend. De grootmeester zelf moet dan nog vertrekken. Lance Armstrong, niemand die eraan twijfelt dat hij deze ronde van Frankrijk wint. Maar ook deze proloog moet hij aankunnen. Richard Virenque doet het meer dan behoorlijk. Er waren twijfels, maar voorlopig hoeft dat zeker niet. En hier komt Christophe Moreau. Opgelet, dat is de winnaar van de proloog van vorig jaar. Tong uit de bek, 9-15, 9-16. Maar er is wat met Moreau. Die is goed 10 dagen geleden zwaar gevallen, 70 per uur. Die zijn hele rechterkant lag helemaal open. En dat draait nog niet echt te soepel. Vandaar de matige tijd van Christophe Moreau. Dat kan nog niet in orde zijn. En dat blijkt hier dus. 9,5 minuut en 36e. Dat is teleurstellend, maar hij heeft daar een reden voor. Moreau. Na Moreau is het uitkijken naar Laurent Jalabert. Die komt daar al aan, dus een goede tijd. Die was zeer snel na 3,5 kilometer, had daar de tweede tijd. Alleen McGee was daar nog sneller en hij eindigt ook goed, Laurent Jalabert, in een sprint. In een sprint en ik denk zelfs met een bijna beste tijd, als ik dat daar zie. Hij heeft nu nog wel 12, 13 seconden tijd om binnen te komen, maar dat zou kunnen. 9,11 is de tijd van Roemsas. Wanneer is die auto weg hier? Ja. 9,7. Dat wordt het. 9,10. Ja. Hij doet het, hij doet het. De oude Jalabert, hij is inderdaad klaar voor de toerstart. Formidabel. Het zou wat zijn mocht hij hier deze proloog winnen, Jalabert. En zeggen dat hij eigenlijk al een beetje afgeschreven was. Hij zou er niet meer komen, dit zou het jaar te veel zijn. En hier nu top in deze proloog. Ook de Brit David Miller rijdt een sterke proloog. Dit is zijn specialiteit. Hij won de proloog in de Tour 2 jaar geleden. Nu moet hij 3 seconden toestaan op Jalabert, maar toch een knappe tijd. Het is dan nog enkel wachten op de grootmeester zelf. Hier Armstrong. Dus Jalabert met 9 minuten en 10 seconden de beste tijd. Het wordt Jalabert of het wordt Armstrong. Alleen deze Amerikaan, de drievoudige tourwinnaar, kan nog onder de tijd van Jalabert. Hij zit nog altijd ruim onder de 9 minuten en ik denk dat hij het gaat flikken. Jawel, hij heeft nog overschot. Gaat nog eens op die trappers lopen. Dat tempo nog eens de hoogte injagen. In een echte sprint gaat hij hier volle bak eindigen. Nog 5 seconden om binnen te komen. Wordt het kantje boord, Jalabert? Armstrong. Nee, Armstrong wint deze proloog. Topprestatie van Armstrong. Hij doet wat hij 3 jaar geleden al deed in Le Puy du Fou. Ook toen was hij de beste in de proloog. En dat was toen de grote geruststelling. We kunnen het aan het toerwerk. En wees gerust, Armstrong kan een 4e opeenvolgende toer aan. Hij wint de proloog. De eerste grote afspraak in deze toer. Het is zijn 12e etappezege al in zijn ronde van Frankrijk geschiedenis. Armstrong staat er. Dit zijn de eerste 10 van de proloog. Armstrong 2 seconden sneller dan Jalabert. Roemsas is derde. Begint dus aan deze ronde zoals hij de vorige heeft beëindigd, als leider in het geel. Het is een vertrouwd beeld en ook in deze Tour zullen we het nog vaak te zien krijgen. Hier is de einduitslag nog eens van de proloog in Luxemburg. 1 dus Lance Armstrong, op 2 Laurent Jalabert, 3e Roemsas, Botero 4e, Miller 5e, Brochard 6e, Dario Frigo was 7e, Igor González de Galdiano 8e, José Babiloki 9e en Laszlo Bodrogi 10e. Vandaag nog geen klassement, de uitslag van de proloog is ook meteen de stand. We overlopen ook nog even de uitslag van enkele andere grote namen. Leipheimer 18e, Hinkepie op 29, O'Grady 37e, Erik Zabel 43e, Erik Dekker 47, 48, Michael Bogert, Sevilla op 73, Kivilev op 78 en Bobby Julif 94e. Ivan Gotti was 134e.
Door de afwezigheid van Jan Ullrich kondigde deze Tour zich aan als een strijd tussen Armstrong en een handvol Spanjaarden. De Amerikaan heeft nu al getoond dat hij vanaf dag 1 paraat is. Gaat Armstrong de gele trui nu verdedigen? Of is deze winst alleen maar een mentale tik voor de tegenstand? U hoort Lance Armstrong. Hey, it felt great today. I mean, everything about it. The course was beautiful. The people were fanatical and enthusiastic and supportive. And yeah, I had good legs, good sensations, good feelings this morning, good in the warm-up. And I was, I don't know, I was just incredibly motivated. I wanted to do a good ride and earn the yellow jersey. Well, you certainly did that. Now, this race course was pretty twisty and technical. Were you worried about taking risks in all the turns? Well, it's definitely a dangerous course if it was wet or if you took too many risks. But I tried to be calm in the corners and certainly in the fast ones, and then make the race in the second half. When you got to the hill, just go as hard as you could and try to come home strong. Now, the past couple of years, you haven't won the prologue. You had another team to carry the weight of defending the jersey over the first few days. Now, your team has got all the weight. Are they up to it? Oh, I think we've brought the strongest team we've ever had. You know, I mean, I don't know if any team is strong enough to realistically defend a yellow jersey for 3 weeks, and I don't know that that's our plan, but I am 100% confident in this team, more so than I've ever been. And you know, that's really one of the more relaxing things this year, is that I think we have a complete team and a great team. David de Modder begint goed voor US Postal. Lance Armstrong wint de proloog en pakt meteen het geel. Ja, dat klopt. Dus het is zo dat hij altijd kort is in de proloog. Maar dat hij wint is geen grote verrassing voor ons. Maar wat wel een beetje verrassend ook is, dat Herres ook zo'n goede tijd uit 9:26 voor hem uitmuntend. We hebben andere jongens ook die goede tijden hebben neergezet. En, we zijn niet alleen tevreden met de prestatie van Lens, maar van de ganse ploeg eigenlijk. Dat is een eerste punch voor zijn tegenstanders dan? Ja, ik denk het is altijd beter als je enkele seconden kan nemen tegenover je tegenstander dan dat je enkel verliest. Het zijn maar seconden, maar iedere seconde is altijd toch belangrijk. Langs de andere kant, dat betekent dat vanaf de eerste dag in het geel moet je nu tot op de laatste dag houden en gaan jullie die verdedigen? Ja, dat is, ik denk dat we die gaan verdedigen, 100% toch niet. Nog eens, het is goed voor ons ook dat onze andere renners allemaal tamelijk goede tijden hebben neergezet, want morgen zal er een nerveuze rit zijn. Ik zeg dat we die met hand en tand gaan verdedigen. We zien wel hoe de koers evolueert een beetje, maar nog eens, als er ontsnappingen zijn, kunnen we misschien ook wel een paar mannetjes meesturen. Seconde winst, dat is meegenomen, maar de gele trui misschien eerder een vloek dan een zegen? Maar ja, het is niet echt, als je die trui hebt, dan moet je toch ergens een beetje verantwoordelijkheid opnemen, ook al is het de eerste dag. Maar het was misschien beter geweest, of we hadden hem al graag gezien, bijvoorbeeld een Franse renner die trui had genomen, of iemand van een Franse ploeg. Maar nog eens, wij zijn heel tevreden, dus die hele trui is mooi meegenomen, maar hij neemt tijd tegenover al zijn tegenstanders en ik denk dat dat het belangrijkste is vandaag. Het was al US Postal en Lance Armstrong tegen de rest van de wereld, nu meer dan ooit. Ja, maar ik denk, vorig jaar ook eigenlijk al een beetje, zeker bij de start, kregen we de eerste week ook van zo goed als van nergens een klein beetje steun als er moest gereageerd worden. En het is gewoon hetzelfde scenario, maar meer dan ooit tevoren zouden we moeten op onze kievijs zijn. Want er zijn veel jongens, er zijn meerdere kanshebbers. Lens is een superfavoriet, maar er zijn meerdere kanshebbers en zekerlijk voor een podiumplaats. En ik denk dat het een open strijd kan worden, want die ploegen zullen proberen, denk ik, onze mannen af te matten. En dan kan het best nog spannend worden. Maar het is 1-0 voor Lens. Ja, dat zeker. Okay, bedankt, Dirk. De Belgen dan. De verrassing was het resultaat van Mario Aerts als beste Belg op de 22e plaats, terwijl iedereen op Rick Verbrugge tipte. Hier komt de uitslag nog eens van alle Belgen. Mario Aerts is op 1 op 18 seconden, dan 24 Rick Verbrugge op 19 seconden, 55ste Axel Merckx op 28 seconden, Paul van Heften was 70ste, 74 Ludo Dirksens, Christophe Brandt, Nico Matan, Mark Wouters op 140, 147ste Thierry Marichal en Hans Klerk op 151. De andere vier Belgen, Dave Bruylands, Serge Baguet en Fabien de Waele op meer dan een minuut. En ook Tom Steels, 174ste vandaag. Drie Belgen mogen in dit eerste Tourjournaal vertellen wat zij van de proloog vonden. Mark Wouters, de gele truidager van vorig jaar. Rick Verbrugge, die ontgoochelend pas 24ste eindigde. En de snelste Belg van de dag, Mario Aerts. Ja, voor mij is dat heel goed. Ik had er wel een beetje vertrouwen in, omdat het parcours lag me wel eigenlijk. Het was niet meer rechte stukken om voor de krachtpatsers. Wel voor, maar niet echt voor de echte tijdrijders. Dus
Het was een beetje bergaf en dat ligt me ook gewoonlijk goed. En dan bergop, de laatste 3 kilometer dus. Je had al de derde tussentijd, halfweg na die afdaling. Die afdaling die jou bijzonder goed ligt. Hè. Je hebt alles kunnen riskeren. Ja, ik heb risico's niet echt, berekende risico's. Maar toch, ik heb elke bocht goed kunnen doorgaan. En, ja. Ik was redelijk goed gestart. En, de eerste bochten gingen heel vlot en beneden de afdaling mis ik de bocht, ga ik gewoon rechtdoor. Dan moet je een heel brede bocht pakken, bijna van nul terug vertrekken. En toen ik optrek, begin je te twijfelen in je kop. En als dat een keer door je kop komt, dan weet je sowieso dat het gedaan is. Hoeveel seconden kost dat verkeerde manoeuvre? Maar dat gaat misschien 2-3 seconden zijn. Maar ik zeg, het moeilijkste is dat je dan begint te twijfelen. Je weet ook wel dat. Als je voor de overwinning wilt gaan, dat op 2-3 seconden kan aankomen. En ja, als je niet meer positief denkt in een proloog toch zo kort, dan mocht je het zeker eens vergeten. Geloof je nog in de gele trui voor de volgende dag? Ja, echt ver sta ik niet. Als je in een ontsnapping zit en je weet dat de eerste 20 seconden bonificatie neemt, dus dan is alles nog mogelijk. Ik kon misschien op sommige stukken sneller, maar dan pak je veel meer risico's en dat was niet de bedoeling. Ik wou niet dat vandaag mijn tour eindigde, dus ik heb berekende risico's genomen. Het ligt heel gevaarlijk. Het is moeilijk om in die bochten vol door te gaan, om niet te zeggen onmogelijk. Ja, het is onmogelijk. Zoals het er nu bij ligt, kun je onmogelijk snel door de bochten gaan. Het bedroog weer is dat een heel technisch parcours en lastig. En nu komt nog eens de regen erbij, dus is het echt opletten. Plus dat je in die lange klim. Moet je gewoon gaan zitten in de bochten. Of je schuift gewoon achterwiel schuift uit, zo nat is het nog. Ze hebben daar zitten met verf over te gaan en het is nat. Ja, dus je moet echt kunstmansstuur uithalen. Stuurmanskunst. Eén man was erop gebrand om te winnen vandaag en morgen rondrijden in het geel. Rick Verbrugge. Hij kampeert al sinds donderdag op het parcours van de proloog. En zijn ploegleider bij Lotto Adecco, Jeff Brakenveld, was er 100% zeker van dat Verbrugge de korte tijdrit kon winnen. Lieve van Geels draaide de volgende reportage. 2 dagen geleden. De Lotto-renners arriveren in Luxemburg voor de medische controle. Rick Verbrugge heeft geen geheimen. Hij is met één bepaald doel naar deze tour gekomen. Maar voor mij het belangrijkste is die eerste week probeer die geel terug aan te halen. Dus het beste middel daarvoor is de proloog winnen. Dat is tenminste duidelijk. Medisch is er alvast geen probleem. Verbrugge wordt goedgekeurd, net als alle andere 189 deelnemers. Ook Sanderendaags een ontspannen Rick Verbrugge. Vandaag verkent hij voor de eerste keer het parcours van zondag en van de proloog. En vooral bij een proloog is terreinkennis bijzonder belangrijk. Ja, tuurlijk, het is heel belangrijk. Maar ik weet, morgen vroeg is het parcours afgesloten. Dus dan kunnen we 100% de bocht inschatten met volle snelheid doorkomen. Maar vandaag is nog verkeer op het parcours, dus het zal wel iets moeilijker worden. Maar ik zou toch eens graag willen zien hoe dat ongeveer eruit ziet. De proloog is heel mooi. Alleen een beetje kasseien vind ik, had ik liever niet gehad, maar ze zijn er. Maar anders is het een heel mooi parcours, heuvelachtig, redelijk bochten, niet te veel, maar toch redelijk. Materiaal, is dat nu helemaal in orde? Moet daar nog iets aan veranderen? Ik heb de versnellingen op het verlengstuk liggen en ik ga die nu wel ombouwen en aan de poniers van de vrij zetten. Ah, ik ga dat niet doen, de mechanicus gaan dat doen. Dus het is een tijdritfiets, klassieke tijdritfiets. Wat dat hij nu gevraagd heeft om te veranderen bijvoorbeeld, nadat hij het parcours verkend heeft, is dat de hendeltjes om de versnelling te veranderen, dat hij die dus in zijn remgreep wil hebben. Omdat hij dus van oordeel is dat hij veel meer hier gaat rijden met zijn handen, in plaats dan hier. Is Verbrugge daar heel meticuleus mee bezig met zijn fiets? Verbrugge is wel goed bezig met zijn fiets. Van alles, je weet van alles, je weet alles hoe het moet. Je geeft ons de opdracht en wij proberen het uit te voeren en we hebben daar weinig problemen mee met Verbrugge anders. Nee. Het is goed, dat is mooi. Bedankt. Kan naar huis, ik.
Ja. Maar jij moet wel zien dat hij aan niks kan komt. Ja, ja. Om te kennen. Een beetje in doofhouden. In doofhouden. Kort controleren. We doen de drijving. Ja. Rick Verbrugge, zijn fiets is in goede handen. Hij kan met een gerust hart gaan slapen. Morgen is het D-Day. Rick Verbrugge, vandaag de proloog. Vandaag moet het gebeuren. Heb je nu iets speciaals gegeten? Nee, het is gewoonlijk. Er ligt geen knoop in je maag of zo nu? Nee, nog niet. Nee. Komt dat nog vandaag? Wat voor mij het moeilijkste is... Als je in je kamer zit en je wacht op het uur dat je moet vertrekken voor gaan op te warmen, dan kan ik soms wel een beetje nerveus zijn. Maar als ik dan op de fiets ben, dan is dat weer voorbij. En dan naar het parcours. En wat gebeurt er nog in dat laatste uur voor de start? Ongeveer 1 uur en 20 minuten voor de start ga ik me opwarmen op de weg. En dan kom ik 1,5 uur voor de start kom ik aan de mobiloom, verander ik mij. En dan ga ik nog een beetje op de rollen. En dan zo'n 10 minuten voor de start, dus 20 minuutjes rollen zo ongeveer. 10 minuten voor de start ga ik naar de start om zeker de start niet te missen. En dan is je lichaam klaar. En die laatste minuten, is het dan je hoofd er helemaal klaar voor maken? Ja, dus in de keer als je op het podium staat, dan ben je geconcentreerd. En daarvoor en al zijn je zo de cruciale punten aan het uit. Allee, in je hoofd komen die terug door, daar moet je oppassen. Daar moet je, ja. En dan zijn we vertrokken. Rick Verbrugge, korte reactie, 9,27. Dat is 16 seconden trager dan de voorlopige eerste, Roemsas. Nee, goed. Maar ik miste al de bocht beneden. Ik ging rechtdoor. En van toen heb ik mijn vertrouwen verloren eigenlijk. En je weet ook wel, als je een fout doet, dan betaal dat cash. Stuurfout? Ja. Rick Verbrugge. Jan Ulrich, misschien wel de enige renner die superfavoriet Lance Armstrong had kunnen bedreigen in deze Tour, heeft op het thuisfront toegegeven dat hij amfetamines heeft genomen. Ulrich wilde zijn prestatievermogen niet opkrikken, maar nam 2 pillen in een club tijdens een avondje stappen. De Duitse wielerbond kan Ulrich nu tot 12 maanden schorsen. Telekom laat zijn renner voorlopig niet vallen. Het was een serene Jan Ulrich die vanmorgen de pers te woord stond. Ik heb am 12.06. in einer Trainingskontrolle in Bad Wiessee eine Kontrolle gehabt und war der A-Test war positiv gewesen. Und ich habe gestern den Bund Deutscher Radfahrer schriftlich eingereicht, meine Stellungnahme. Damit darin steht, dass ich auf die B-Probe verzichte. Das heißt also für mich, dass ich die A-Probe, die positive Probe, akzeptiere und dass ich zum ersten Mal in meiner toch schon jetzt lange Laufbahn positief ben. Ulrich hier tijdens een toerzege in 97 werd eind mei geopereerd aan de knie. Daardoor moet hij dit jaar forfait geven en de renner heeft het daar psychisch moeilijk mee. Ulrich, die vroeger als op dronkenschap achter het stuur werd betrapt, geeft toe ook nu een stommiteit te hebben begaan. Die sache is die dat ik om 11 weg was met bekanten en einiges getrunken hatte. En onbewust und ja, die Dummheit von mir einfach, ich habe überhaupt nicht überlegt. Habe ich Tabletten bekommen, habe die eingenommen, ohne zu überlegen und war mir auch in dem Moment überhaupt nicht bewusst, dass ich irgendwas Falsches oder irgendwas Unkorrektes mache. Dass es für mich klar steht, dass es in dem Fall überhaupt kein Doping für mich ist und dass ich auch in meinen ganzen Jahren oder in meiner ganzen Karriere noch niemals mit verbotenen Substanzen probeert hebben mijn leisting te verbeteren. Voor Ulrich dreigt nu een schorsing van 6 tot 12 maanden. Maar ontslag door zijn werkgever Telekom lijkt er voorlopig nog niet te komen. Normaal is ontslag het logische gevolg daarvan. Men kan alleen inroepen dat het, dus, dat het gebeurd is in een moment waar hij hoegenaamd reeds 3-4 maanden uit competitie was. En waar ook de competitie de volgende 3 maanden niet in zicht was. Dus het heeft dus eigenlijk niks te maken met prestatieverbetering of zo.
of om ergens vals te spelen in zijn sport, de wielersport. Het is dus een persoonlijk probleem van Jan, een psychisch probleem. En daar moeten we in de eerste plaats toch ook wel Jan, die ons toch veel geholpen heeft, die ons veel mooie momenten laten meemaken heeft, hem toch wel niet direct laten vallen, zoals een hete patat, zou ik maar zeggen. En ik denk dat wij hem proberen moeten, vooral in de eerste plaats de mens Ulrich te helpen, dat hij terug kan renner worden. En dan moet hij zelf beslissen of hij de weg die hem en wij hem al dikwijls met, onze, met de ploeg, de weg die wij hem al dikwijls voorgetekend hebben, dat hij die echt wil zelf volgen.